Nou, dat is heel feestelijk. Ja, dat voelt geweldig. Er werd me gevraagd of ik echt wilde komen toen ik opbelde om te zeggen dat ik niet zou komen. Want ik had het weekend eigenlijk wat anders. Dus, maar toen zei Ellen, nou, ik vind toch echt dat je moet komen. En toen dacht ik, oh, wacht even. Dus dan ga ik mijn plannen een beetje veranderen. Dus vandaar, ja. En dat gedicht, hoe is dat tot stand gekomen? Nou, eigenlijk, het was natuurlijk de verplichte regel. Dat vond ik een mooie uitdaging. En het begon bij de eerste regel. Ja, daarna kwam de rest. Ik kan het echt niet anders uitleggen. Het was gewoon ontzettend leuk om aan te werken. Maar die eerste regel die was er meteen. En toen ben ik daar vanuit verder gaan schrijven. Ja. Ik heb deze wedstrijd zelfs al een keer eerder gewonnen. Ik denk in 2004, ik weet het niet zeker. En ik heb ook inderdaad wel eens vaker met wedstrijden meegedaan. Ja, dat is leuk om te doen. En ik hoor zojuist dat je ook je eerste kinderboek hebt uitgegeven. Ja, dus het voelt eigenlijk wel heel dubbel feestelijk, hoor. Dus ik heb net een, ik denk dat hij 2 weken op de markt is. Een jeugdboek, ja. Ja. Jij bent dit jaar degene die de gastregel, de dichtregel heeft bedacht. Hoe ben je daartoe gekomen? Ik wil mensen die dit leuk vinden om te maken, gewoon een regel geven waar ze blij van worden. Of waar ze gewoon iets positiefs mee kunnen. Ik had een rare droom vannacht, de aarde die was plat. En ik zat op het randje, ik zag een gapend gat. Het is weer een feest om hier te zijn. Het is echt zo ontzettend leuk. Ieder jaar weer. En je ziet ook aan de mensen die er komen van de gastdichters. Zijn er ieder jaar weer. Het is echt ontzettend uniek eigenlijk dit. Altijd hetzelfde stramien, maar dat is zo ontzettend fijn. Iedereen weet waar hij aan toe is. En dat is ook wel een beetje een ode voor Willem. Want die was neurotisch, zeggen we dan maar. En die hield niet van veranderingen. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. Volledig uitgeademd, leeg. Je zou willen sprinten als een hinde, maar hobbelt als een gans naar de verlaten halte van de bus. De winterwind slaat zijn armen om je schouders, zet zijn tanden in de randen van je oren, lispelt lijzig dat het zo oneerlijk is. Dan vliegt er rood voor je ogen. Het land op de kale arm van een eik, vouwt zijn vleugels op, spert zijn snavel open en zingt. Het is duidelijk te verstaan. Het allerbeste is nog altijd rustig blijven.